Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassieveinkomen.nl, waar ik vandaag wil kijken naar de verwachtingen en de realiteit van beleggen. Was, wat verwachten mensen? Welke vooroordelen hebben mensen bij beleggen? En hoe zit het dan met de werkelijkheid van dit soort punten? Uh, Aan de ene kant natuurlijk om beleggers die al bezig zijn, weer even met beide benen op de grond te zetten. Maar ook voor beginnende beleggers of mensen die erover zitten na te denken om te beginnen met beleggen, om die juist een eerlijk beeld te geven. Dat is het idee van deze video. Laten we snel beginnen. Beleggen wordt de laatste jaren steeds populairder. Natuurlijk, vorig jaar was het heel erg populair tijdens de coronacrisis. Mensen hadden geld over, mensen hadden tijd over. En we hadden te maken met een crash op de beurs. Dus mensen wilden ook nog eens profiteren van dat laagtepunt op de beurs. Dus daarom is het vorig jaar heel erg populair geworden. Maar het is eigenlijk al een trend die de laatste paar jaar bezig is. Ik denk mede geholpen ook door de lage rente. Uh, geld op je spaarrekening zetten bij de bank, dat levert niets meer op. Levert bijna niets meer op. Of kost zelfs ooit geld. Dus mensen zijn op zoek naar andere manieren. Om geld te laten renderen. En een van die redenen, of een van die manieren die ook best makkelijk kan zijn in ieder geval. Is met beleggen. Maar het is dus wel belangrijk om een eerlijk beeld te krijgen. En het juiste beeld te krijgen van beleggen. En daarom wil ik drie punten gaan bespreken in deze video. En laten we beginnen met het eerste punt. En dat is snel geld verdubbelen. Want beleggen wordt op social media vooral gezien of gepromoot als een manier om snel je geld verdubbelen. En wie wil dat nou niet? En dan wordt er vooral gekeken naar aandelen het afgelopen jaar, bijvoorbeeld Tesla 127% in de plus, een aandeel als Apple ook een heel erg groot bedrijf, maar alsnog 60% in de plus, of een bedrijf zoals Nio ook heel erg populair en 272% in de plus, maar kijken we niet naar losse aandelen, kijken we gewoon naar een hele beurs zoals de SP 500 in Amerika. Die had het afgelopen jaar, de afgelopen 12 maanden, 37% rendement. En onze eigen AEX hier in Amsterdam had een rendement van 34%. En aangezien dit de percentages zijn die je heel vaak te zien krijgt, die je zeker het afgelopen jaar, afgelopen twee jaar misschien wel heel vaak te zien krijgt, ga je dat geloven? Dat wil je misschien ook wel geloven, want het ziet er natuurlijk heel erg interessant uit. Maar op die manier krijg je wel een, een beetje een vertekend beeld, een verkeerd beeld, want dit is niet zoals het altijd gaat en zeker ook niet met alle aandelen gaat het zo. Het is heel erg belangrijk dus om te gaan kijken wat er, wat er wel aan het gebeuren is of wat op de lange termijn... Een goed, een goed rendement is geweest, en dat percentage is 7% per jaar. Dat is een beetje het gemiddelde rendement van de laatste 30, 50 jaar. Als we ook zeker rekening houden met inflatie, want het kan ook met de Amerikaanse beurs rond de 10% zitten, 9 of 10%, halen we daar 2% inflatie vanaf, kom je zo ongeveer op 7% rendement per jaar. Dat klinkt in één keer een stuk minder interessant dan die percentages die we eerder zagen maar het is alsnog voldoende om iedere tien jaar je geld te verdubbelen. En misschien klinkt dat niet interessant. Maar als je na gaat denken over hoe vaak je het nog kunt verdubbelen tot aan je pensioen. kun je best wel op een mooi ja, mooie vermogen uitkomen. Dus het is zeker interessant om er gewoon toch te beginnen. ook al is het maar 7% per jaar. Want zeker voor beginners zijn zou ik zeggen, beleggen is echt iets voor de lange termijn. Je moet niet kijken van als je misschien één jaar of twee jaar wil beleggen. Want dan is beleggen niet de juiste optie. Je kunt namelijk in die korte periode ook heel veel geld verliezen. Je moet juist kijken naar wat je kunt bereiken op de lange termijn. En wil je nou ook beginnen met beleggen? Kijk dan eens naar de Giro. Dat is de broker die ik gebruik voor de meeste van mijn aandelen. En vooral ook met het idee om op lange termijn te beleggen. De Giro heeft nu tijdelijk ook een actie waarbij je 50 euro transactiekosten die je maakt tot 1 september kunt terugkrijgen. Dus maak gebruik van die actie en open gratis een account via de link onder deze video. En ook voor andere interessante brokers van zowel aandelen of als crypto bijvoorbeeld. Ook daarvan vind je links onder deze video in de beschrijving. En dan gaan we door naar het tweede punt en dat is dat de beurs ieder jaar wel zal stijgen. We hebben zojuist gezien dat het gemiddelde rendement op 7% per jaar ligt. Dus ieder jaar gaat de beurs omhoog, tenminste dat is het idee. Uh, tuurlijk, dat is een gemiddelde. Dus het ene jaar gaat het wat beter dan 7%. Het andere jaar is het wat minder rendement dan 7%. Maar het kan ook zo zijn dat je juist een negatief rendement maakt... of dat het eigenlijk dus geld kost als je op dat moment geld in belegging hebt zitten. En we weten ook allemaal dat er iedere paar jaar komt er een correctie, komt er een crash. Maar daar kun je ook weer heel snel van herstellen. Dat hebben we dus vorig jaar nog wel gezien. Maar dat zijn vaak dus de verwachtingen. De werkelijkheid ligt net iets anders. En laten we daarvoor even overstappen naar de grafiek, omdat duidelijk en maken. Te krijgen. En laten we gaan kijken naar de SP 500 van iets meer dan, ja, laten we zeggen, anderhalf jaar. Uh, dan zien we hier duidelijk de coronacrisis. We zien hier een flinke afname. En we zien dat we daar ook wel relatief snel weer van herstellen. Dus het is zeker mogelijk om van zo'n diepe, diepe crisis, eigenlijk, of een diepe crash. Want als we gaan kijken, we hebben het hier toch ongeveer over. Dat er 35% afgaat in ongeveer een maand tijd. Daar herstellen we relatief snel van. Maar dat wil niet zeggen dat dat altijd zo het geval is. Nou, als we namelijk gaan uitzoomen en we gaan helemaal terug naar de jaren 2000 in het begin. Dan zien we hier in de jaren 90 nog een flinke toename. En dan komt zo hier rond de jaren uh, 2000 komt er uiteindelijk de dotcom-bubbel um, en dan heb je ook weer te maken met een crisis, maar die duurt veel langer. Het duurt uiteindelijk, laten we zeggen tot dit punt, dat het ongeveer halveert. Het duurt 900 dagen, dus laten we zeggen uh, drie jaar. D drie jaar lang natuurlijk, af en toe zien we dat het iets beter gaat, maar vervolgens gaat het weer slechter en gedurende die drie jaar halveert je positie. Beleggingen die je zat, op dat moment hebt, zijn de helft minder waard geworden in de S&P 500. En gaan we dan kijken naar hoe lang het duurt om daar weer van te herstellen. Dan komen we eigenlijk een beetje in de buurt van de volgende crisis. Het duurt 17, 1750 dagen voordat je hersteld bent. Maar op dat moment komt er weer een crisis. Dit is de financiële crisis van 2007-2008. En die duurt wederom, laten we zeggen, even kijken, 500 dagen bijna. 2. Laten we zeggen, twee jaar dat het eigenlijk weer duurt. En wederom halveert dan je vermogen. En dan duurt het weer tot 2013 om eigenlijk te herstellen daarvan. Dus dan ben je eigenlijk, als je net op het verkeerde moment instapt. ben je 13 jaar later ben je nog steeds op hetzelfde punt. En heb je eigenlijk nog steeds geen rendement gemaakt. Terwijl als je uit had gerekend 7% per jaar. en ik was hier ingestapt. dan zou ik 13 jaar later op 3600 punten liggen. Uh, terecht zijn gekomen. En die komen we eigenlijk pas tegen hier. Eind 2020 is dat punt pas bereikt, dus het is zeker waar dat uh, op de lange termijn gaat de beurs wel omhoog. Dat zien we ook wel als we nog verder uitzoomen. Het stijgt altijd wel, maar als je net op het verkeerde moment instapt, kan het zo zijn dat het best wel lang duurt voordat je weer in de plus staat. Het kan zijn dat het lang is met een paar maanden als het snel een snelle crisis is of een correctie is. Maar je ziet dat het ook nog in de laatste twintig jaar zo is geweest dat je eerst 13 jaar lang niet positief stond en juist pas in de laatste zeven jaar dan juist je rendement maakt. En dan komen we bij het laatste misverstand. En dat is dat je veel geld en veel tijd nodig hebt om te beleggen. Heel veel rijke mensen, mensen met veel vermogen, hebben veel geld verdiend met beleggen. Beleggen is een goede manier om vermogen op te bouwen, maar zeker ook om een vermogen te behouden. Dus het is zo natuurlijk zo dat je. Uh, heel veel geld en heel veel tijd nodig hebt om te beleggen. Tenminste, dat is wat heel veel mensen denken. Tegenwoordig is dat zeker anders. Misschien was dat wel iets van vroeger zo. Maar tegenwoordig is het ook veel makkelijker geworden, veel toegankelijker geworden. En is het dus of de drempel om te beginnen met beleggen veel lager geworden. Je kunt tegenwoordig al beginnen met een paar tientjes per maand. Je koopt dan geen los aandeel van een bedrijf, bijvoorbeeld van ASML. Dat aandeel is op dit moment 650 euro waard. Maar het is juist verstandig als beginner zijnde om met ETF's te beginnen. Dan heb je ook direct je inleg die je doet. Die is dan verspreid. Denk bijvoorbeeld aan Vanguard VWRL. Dat is een ETF waar 3400 bedrijven van wereldwijd van de hele wereld daarin zitten en dat die ETF dat aandeel is op dit moment rond de 100 euro en kijk bijvoorbeeld naar Van Eck, zij hebben ook een ETF Global Weight ETF heet die en die is op dit moment zo 52,50 euro en dit zijn dan twee voorbeelden maar zo zijn er nog veel meer ETF's en sommige ETF's. Ja, ...zijn nog goedkoper, zijn makkelijk te bereiken, makkelijker mee te beginnen. Zo zie je dus dat het met een paar tientjes per maand ook mogelijk is om te beginnen. En dan denk je misschien, maar het schiet helemaal niet op. Het gaat om heel kleine bedragen als ik ga beginnen. Ja, dat is inderdaad waar, maar je moet wel juist kleine stappen maken... ...om op de lange termijn iets groots te, ja, te, te bereiken, iets groots op te bouwen. Want als je 100 euro in de maand inlegt, dan heb je na een jaar heb je 7% rendement zou je halen. Dan heb je ongeveer 80 euro in dat jaar verdiend. Dat is op zich niet zo heel veel. Maar het is wel een heel erg goed begin. En zeker als je dat jarenlang volhoudt. Want als je nou 10 jaar lang 100 euro in de maand inlegt... en je haalt dat gemiddelde rendement van 7% per jaar... dan heb je na 10 jaar een vermogen van 17.400 euro. En je rendement met 7% zou dan zijn 1.218 euro. Dus in het tiende jaar neemt je vermogen evenveel toe vanuit de inleg, maar ook vanuit het rendement op je vermogen. Dus we hebben gezien dat je helemaal niet veel geld nodig hebt om te beginnen met beleggen, maar heb je dan nog wel veel tijd nodig? Nou, dat kan wel, maar dat hoeft niet. Als je bijvoorbeeld tijd helemaal niet hebt of je hebt de kennis nog niet, dan kun je tegenwoordig je geld laten beleggen, bijvoorbeeld via Bing Forward. Op die manier ben ik ook begonnen. Je kunt dan zo doen dat je automatisch iedere maand bijvoorbeeld een overboeking doet. En dat zij het geld automatisch voor jou gaan beleggen. Dus als je eenmalig alles goed instelt, ben je er verder geen tijd meer aan kwijt. Maar als je nu wel zelf die aandelen wilt kopen, zelf die ETF's wilt kopen, dan is het met een paar minuten per maand al voldoende. Dat kan bijvoorbeeld via de Giro. Als je weet welke ETF je iedere maand wilt kopen, kost het je hooguit een paar minuten. Om je positie uit te breiden, om het geld te storten en de aankoop te doen. En het kan ook altijd nog eventueel tussendoor, want je kunt natuurlijk ook bij de Giro bijvoorbeeld gebruik maken van de app. Dus via je telefoon heb je zo, als je eventjes de tijd hebt, heb je weer een positie uitgebreid, heb je weer opnieuw je beleggingen gedaan voor deze maand. En je kunt er natuurlijk voor kiezen om er veel meer tijd aan te besteden wanneer je losse aandelen uh, wilt kopen. Dan gaat niet zozeer de tijd van de aankoop is anders. Want dat is evenveel tijd als bij een ETF. Maar waar juist meer tijd in gaat zitten is in het onderzoek. Als je namelijk een los aandeel wilt kopen, dan ga je eigenlijk specifiek richten op één bedrijf. Dan is het wel heel belangrijk dat je eigenlijk alles weet rondom het aandeel, rondom de koers en rondom het bedrijf. Hoe verdienen ze het geld? Hoe zie ik de toekomst voor me? En juist daar gaat dan heel veel tijd in zitten. Daar kun je dus heel veel tijd aan besteden, maar het hoeft niet. Je kunt ook dus kiezen bijvoorbeeld voor die ETF's of je geld laten beleggen. Dus het is net wat jij wilt. Uh, hoeveel wil je beleggen, hoeveel kan je beleggen en hoeveel tijd wil je en kan je daaraan besteden. Afhankelijk daarvan kun je een keuze maken bij welke broker of op welke manier je gaat beginnen met beleggen. En hopelijk heb ik op deze manier een paar vooroordelen kunnen wegnemen. Heb je nu een beter, een eerlijker beeld rondom beleggen en heb je er ook nog wat van geleerd. Maar misschien heb je zelf ook al wel ervaring of merk je in je omgeving dat er bepaalde vooroordelen zijn, dat er bepaalde verwachtingen zijn, terwijl de werkelijkheid anders is. Als dat het geval is, laat dat dan weten in de reactie onder deze video, daar wil ik wel van leren. Daar kunnen ook heel veel andere kijkers op die manier mee helpen. En onder de video vind je trouwens ook alle links naar brokers die ik aan zal raden voor aandelen, ETF's of bijvoorbeeld crypto. Dat vind je dus in de beschrijving onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Nogmaals bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende video.